De jeugd moet zoveel als mogelijk beschermd worden tegen de tabaksindustrie. Om de bewustwording daarover te creëren is afgelopen zaterdag in het kader van Wereld Anti-Tabaksdag op 31 mei een wandelloop georganiseerd. De drukbezochte loop is georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met de kinderafdeling van de Zevendaags Adventistenkerk. De loop begon bij de Veritas School aan de nu weer gevonden weg, waaraan een grote groep jeugdigen heeft deelgenomen. Farisha Shyombar Singh, Tabak Focal Point Ministerie Volksgezondheid, zegt dat er jaarlijks 8 miljoen mensen sterven aan de gevolgen van tabak. In Suriname zijn de cijfers ook niet mooi. In Suriname kan ik zeggen dat volgens een studie van 2021 er 500 Surinamers elk jaar sterven aan het gebruik van tabak. Dus als je leven lief hebt, zou ik willen zeggen, denk er helemaal niet aan, begin er niet aan. En als er iemand in de groep bij jullie roept, moedig de persoon zodanig aan om te stoppen met roken. Pastor Gino Emanuelsen zegt dat de Zevendaagse Adventisten altijd betrokken zijn bij de gemeenschap. Ze hebben een bijzondere betrokkenheid in het aspect van gezondheid. We hebben een bijzondere interesse dat mensen gezond zijn. En sinds het ontstaan van de kerk in Amerika zijn de mensen bezig geweest met gezond leven bevorderen, het spreken tegen dingen als alcoholgebruik en ook tabak. We hebben in Suriname in de jaren 70 een programma gehad op de SCVS. Roken, zo kom je er vanaf. En ook wij zijn dus altijd bezig geweest in Suriname om mensen te wijzen op de gevolgen van tabaksgebruik en op het voordeel van gezond leven. Daarom zijn we hier vandaag, iedereen, jongeren, ouderen en elk een daartussen. Om weer aan deze omgeving en aan Suriname te laten weten dat gezond leven, tabaksvrij, het beste is wat je kan kiezen. Wereld Anti-Tabaksdag is in 1989 in het leven geroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit orgaan is bezorgd om de miljoenen mensen die jaarlijks overlijden aan de gevolgen van het roken van tabak.